wel. Wat is de bedoeling? Is de bedoeling om een andere... Sophie, heb jij zijn films gezien? Heb jij zijn films gezien? Ja, ik heb ze allemaal gezien. Ah, oké. Heb je er iets aan? Of niet? Ja, omdat de figuren mij interesseren. Ja, oké. Dus deze film, mij interesseert, dat interesseert u niet. Oké. Kijkt je, als het u interesseert, kijkt je. Als het u niet interesseert, kijkt je dan niet. Wat is het probleem dan? Het probleem is dat ik niet zou kunnen verdragen dat mensen gewoon gaan kijken om er achteraf iets... Sophie, dat kan gebeuren. Wat kan gebeuren? Dat gaat altijd zo zijn. Dat kan gebeuren. Ja. Net zoals dat mensen op de plaat luisteren zeggen... Hey, wat zal de vaste baan... Sophie, zo... dat gaat altijd gebeuren. Het is pro-en-concert. Je hebt mensen die het graag hebben, je hebt mensen die het niet hebben. Ik vind niet dat je moet zoeken. Maar zoek het, Sophie. Ik speel voor 50.000 man. Hoe hard kun je het zoeken? Het is wel heel toevallig dat het nu gebeurt en niet een jaar geleden, terwijl ik met mami, dat heel de cameraploeg net dezelfde zat bij mami thuis, dat je het wist. Mag ik even niet op 010, niet op Pukkepop. Vanaf het begin was ik er tegen. Ik heb zelf gezegd, eerlijk gezegd, van wie dat ook een documentaire maakt, dat mag de grootste artiest zijn. Ik vertrouw gewoon niet dat het allemaal mooi zal voorgesteld zijn. Ja, dat is wel in het begin. Waarom reageerde jij op een documentaire die heel close is, aanwezig op mijn vel, en niet op een nummer Smokers Reflect, maar dat gewoon alles... dan zegt hij toch niet Tommy, zeg, zou je dat wel zeggen? Zou je dat wel zingen? Dat is uw... Dat is uw job. Dat is jij als artiest. Nu wordt je als mens... benaderd. En als mensen veel kwetsbaar... Als mensen heb ik het sowieso zo... Oké, fair enough. Maar heb ik het sowieso bij sommige mensen al doffies verkorven. Net zoals... Dus laat ons dan nog even zorgen. Sophie, dus who cares? Oké, heel belangrijk is, als we van de a-a-a-a-a's komen, die vier, en we gaan in dit stuk, dat echt zo, dat echt zo, ik zei het gisteren, echt zo'n textuurverandering is. Hè. Dus bijna misschien een breekje of een stoppetje inbouwen. One, two, three, four. Stop. Doen we dat nog in die laatste vier a-a-a-a's? Nee, dat komt na die vier a-a-a's. Dan komt het laatste refrein en dan is het afgelopen. Kom, we doen nog eens twee keer a-a-a en dan nog dat over. Ready? Scheef baard. One, two, don't lose that move. Het is alleen nog wat te shy, dat is de max. Ga maar share. Summer.